Ondertussen is het al best wel een tijdje geleden dat ik Hay Day heb gespeeld. Ik moet zeggen dat ik het denk ik al een paar maanden niet meer heb aangeraakt. Maar hey, we gaan het vandaag weer een keertje spelen. Want in livestreams kreeg ik vaak de vraag van mensen. Speel weer een keertje Hay Day. En ook onder comments zo nu en dan kreeg ik van die comment. Hier Zulke Kant die zei speel weer een keertje Hay Day. Like zodat Joran dit ziet. En hier nog een comment. Doe weer een keertje Hay Day. En ik dacht weet je wat. We gaan het gewoon weer een keertje doen. Want ik weet zeker dat al mijn lieve dieren mij missen. Mijn koeien, mijn varkens, mijn schapen en mijn kip. Ja. Oh ja, en ik heb hier ook nog huisdieren. Ik heb hier een paard, de bouspaard. Ik heb hier nog een kat. En hebben we ook nog een hond? Ja, die hebben we hier ook nog. We hebben twee honden zelfs. Dus ja, die missen mij natuurlijk allemaal. We hebben hier trouwens een mooi cadeautje, dus dat is ook mooi. Maar ik ga in ieder geval gewoon vandaag lekker een beetje Hay Day spelen. En eens kijken wat we allemaal kunnen gaan doen. Hebben we een rat? Ja, we hebben een rat waar we aan kunnen spinnen. We kunnen gewoon waarschijnlijk wel wat upgrades doen. Het komt helemaal goed. Maar voordat we gaan beginnen, wil ik jullie eerst vragen om dat duimpje omhoog achter te laten. 1000 likes op deze Hay Day video zou nice zijn. En vergeet niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf je natuurlijk op de hoogte ook van mijn video's. En mocht je een keertje toevallig iets kopen in Brawl Stars, vergeet dan niet helemaal naar rechts te swipen en dan bij de code BOWS in te vullen. Support je mij een klein beetje mee. 5% van je aankoop gaat dan naar mij. Ja, kan ik leuk video's blijven maken. En het kost jou niks extra's. We hebben trouwens op dit moment 76 diamanten. Ik zie dat we hier ook een dagelijkse beloning hebben. Dus dat is wel nice. Je hebt hier een wekelijkse deal. Hier heb je ook nog deals. En hier kan je dan met diamant kan je ook weer dingen kopen. Nou, dat gaan we op dit moment niet doen. Ik heb hier trouwens ook nog wat. Dit is de boerenkaart. Oh, dan kan je op de kaartenpad. En als je dan koopt, dan kan je hier spinnen. Maar ja, dan krijg je in ieder geval allemaal voordelen natuurlijk bij. We moeten een truckbestelling voltooien. Dat gaat wel lukken. Verkoop goederen aan 1 boerderij bezoeken. Dat gaat ook wel lukken. Zet de productie voor 2 producten aan in gang bij het suikerfabriek. Dat gaat ook wel lukken. Wat zullen we gaan doen? We kunnen wel eerst even wat van deze maken. Maak ik ook van deze. Nou, dan hebben we die opdracht voltooid. Dat is vrij makkelijk. Hier zal ik er ook nog even maken. Top, dan is dat in volle gang. We moeten ook een bezoeker moeten een keer iets gaan verkopen. Ja hoor, geen probleem. Ik heb toch genoeg eitjes. En een van deze opdrachten wil ik gaan voltooien. Nou, deze is ook helemaal prima. Nou, dan heb ik mooi die dagelijkse opdrachten nu al voltooid. Ja, dat is best snel gegaan. Niet dat we dan heel veel rewards krijgen. Nou, toch 1300 coins wat we nu krijgen. Dus dat is nice. En dan zitten we nu op de 9. En voor de wekelijkse doelstellingen, daar moet ik iets meer voor doen. Daar kunnen we in ieder geval vast wat kippen gaan voeren. Alleen zie ik nu dat ik helemaal geen kippenvoer heb. Dus die moeten we eerst even gaan produceren. Ja, ik wil wat kippenvoer gaan maken. Hier, kip, 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 kip. Daar heb ik er veel te weinig van. Dus ik ga nu eventjes heel veel kipvoer maken. Zodat we in ieder geval die wekelijkse opdracht misschien ook nog kunnen gaan voltooien. Want ja, kijk, dit schiet niet op. Ik heb nu 3 kippen die ik kan voeren. Dan is het gewoon al klaar. Ja, daar moet je wel iets meer van hebben. Maar ja, het is wel lang geleden dat ik het heb gespeeld. Maar ik vind het nog steeds wel leuk. Het is gewoon een heel relaxed spelletje. Oh, en we hebben iets nieuws. We hebben Productie Tycoon 2 voltooid. Hebben we dan nieuwe opdrachten? En het is trouwens iets veranderd hier en daar. Ja, dit was er eerst nooit. Bewerking modus. Oh, dan heb je verschillende modus of boerderijindelingen die je kan maken. Oh, dat wist ik helemaal niet. Dat is mooi. Dan kunnen we misschien zo meteen even een mooie nieuwe boerderijindeling gaan maken. Dat is wel leuk. We hebben hier ook weer wat nieuwe vriendschapverzoeken. Ik zal jullie even accepteren. Mijn lijst zit trouwens vol, dus ik heb al maximaal aantal vrienden. Nu heb ik weer 500. Dus helaas... Oh nee, ik heb 499. Er is nog 1 plekje vrij. Maar daarnaast is het dus helaas vol. Maar we gaan eens kijken. Ik ga denk ik zo meteen eventjes ervoor zorgen... Oh, ik heb hier nog wat coins die we krijgen. Maar dat we eventjes een nieuwe layout gaan maken. Dan ga ik gewoon even een vet mooie layout maken. Oh, en we hebben hier ook weer 2 edelstenen erbij. Oh, dat is die productie tycoon die we net hadden voltooid. En hebben we verder nog dingen die we bijna hebben? Pluk 200 bessen. Zijn we redelijk bij in de buurt. Koop 6 huisdieren. Als ik die heb, dan gaat het lukken. Dan zal ik eens kijken of ik voldoende heb. Waar kan je zien hoeveel je er in totaal hebt? We hebben hier... Oh, vooral van die paars en blauwe hebben we er veel. Ik ga eens kijken. Ja, je hebt van die speciale boerderijkaarten nodig. En daar heb ik er niet zoveel van. Ja, en dan mis ik ook nog wat van die groene. Ja, daar mis ik er best wel wat van. Nou, dat kan ik eventueel met edelstenen kopen. Maar dat is dan ook wel weer zonde. Oh, hier hebben we... Oh nee, die kist moet je kopen met edelstenen. Maar ja, dan kan je beter natuurlijk even wachten. Want anders moet je edelstenen betalen om uiteindelijk weer 3 terug te krijgen. Dat schiet natuurlijk ook niet op.
Voor de rest hebben we niet echt opdrachten die we bijna hebben voltooid. Dus dat kunnen we helaas op dit moment niet doen. Wat is die 18 wat hier eigenlijk bij staat? Of hier? Ja, mijn club. Een van de 20 buren online leden. Ja, we hebben dus nog best wel wat leden. Ik zag gewoon helemaal onderaan trouwens. Ja, nou, maakt ook niet zoveel uit. Ik ga even een andere layout maken. Eens kijken wat dat is. Dit hoef ik niet te hebben. Wat hebben we hier? Oh ja, dit was de winkel natuurlijk. En hier kon je, dan niet... Ja, dan moest je reclame kijken. Ja, ik ga even een andere aanpassing maken. Even in bewerkingmodus. Alles aanpassen. Indeling bewerken. Ja, dus nu hebben we helemaal niks. En dan zometeen heb ik een ziek mooie stad. Dan ga ik eens kijken wat ik ervan kan maken. Ik kom er nu trouwens achter dat het echt een ziek veel werk is om alles neer te zetten. Want je moet stuk voor stuk moet je alles slepen. Je moet elke keer scrollen. Bijvoorbeeld, ik wil nu een stenen pad. Dan moet je het elke keer zo scrollend moet je het daar neer gaan zetten. Dat is echt niet normaal veel werk. Ja, dat is echt knijterirritant. Eventueel zouden we ook alvast de decoraties hier neer kunnen zetten. Dat die in ieder geval weg zijn. En dan kunnen we daar zo meteen even een mooi plekje voor zoeken. Ik wil namelijk wel voor alles wat ik heb... wil ik even een plekje vinden. Dus dat moet uiteindelijk wel goed gaan komen. Maar ja, ik ben nu alweer gewoon 12 minuten aan het opnemen. Terwijl dat ik nog bijna niks heb gemaakt. Ja, dit is echt wel veel werk. Check trouwens hoeveel decoraties ik heb. Dat zijn er echt wel vrij veel om eerlijk te zijn. Die moeten dus allemaal een mooi plekje zo meteen krijgen. En dit zijn er echt gigantisch veel om eerlijk te zijn. Wat donders. Oké, dit wordt toch nog best een klusje om dit allemaal neer te zetten. Maar ja, komt allemaal goed. Ik ga eerst zo meteen even die paden maken. Die paden die wil ik in ieder geval doen bij een beetje mijn velden. En zo meteen zien jullie het wel. Maar ik wil die winkels er ook een beetje bij maken. Maar die stenen paden die zijn nu gereed. Doen we even één pad daar zo. Ja, oh nee, niet genoeg ruimte. Die moet dan eventjes hier langs. Ja, dan doen we het op deze manier. Ik zie jullie zo meteen weer als we weer wat verder zijn. En dan laat ik gewoon een beetje de hoogtepunten zien. Oké, ik heb ondertussen het gedeelte hier al een beetje klaar. Ik heb hier de weilandjes gemaakt. Water erbij, plantjes erbij tussendoor. Ondertussen ben ik al meer dan 20 minuten aan het opnemen. En ik heb hier een lang pad gemaakt met alle zeg maar winkels eraan. Of zeg maar dingen waar je producten kan maken. Met dan een beetje bamboe om de boel een beetje af te sluiten van elkaar. Dus dat is op zich wel nice. Ik moet alleen natuurlijk nu nog wel hier de bomen gaan plaatsen. Dat moet ik nog doen. Ik heb nog hekwerk. En ik moet natuurlijk de koeienweiden en alle weilanden en zo gaan neerzetten ergens. Ik wil dat eigenlijk hier allemaal aan deze kant gaan doen. En al die decoraties, ik weet niet zo goed wat ik er eigenlijk mee moet. Ik ga ze nu eerst eventjes opslaan, want ik heb er zo belachelijk veel. Ja, ik weet niet eens of ik ze allemaal echt mooi kwijt kan. Het moet natuurlijk ook wel een beetje mooi blijven. Want anders, ja, is het natuurlijk ook niks. Hier, deze weg, die weg, die weg. En deze ook weg. Kijk, dan is het nu weer iets leger. Ik heb hier trouwens wel een beetje de mooiere decoraties in een rijtje gezet. Met twee bankjes erbij. Dus dan kunnen bezoekers eventueel gaan zitten. Ik zal die even daar neerzetten. En het bankje hier zo. Ja, dat is toch prachtig. Ja, dus die heb ik daar nu wel staan. Maar dan gaan we in ieder geval even door met het maken van de weilanden. Want we hebben natuurlijk allemaal koeien en dergelijke. Die ook allemaal een mooi plekje moeten hebben. Dus daar ga ik nu even mee bezig. Nou, ondertussen zijn we er bijna. Ik ben nu bezig met de struikjes aan het planten. Die zet ik even op een beetje een leuke manier hier zo in het hoekje neer. Dat ze een beetje bij groepje zitten. Dus hier zitten al mijn planten. Dan heb ik hier een soort van pad gemaakt richting het brug. Richting de brug met al mijn decoraties erbij. Hier zijn al mijn dieren zeg maar mooi opgesteld. Ik kan deze allemaal nog eentje hier aan doen. Dan lopen ze allemaal net wat gelijker. Ja. Dat is top. En die kippen, oh, die kunnen ook nog eentje hierheen. Kijk, die staan er dan ook heel mooi bij. Ja, en dan hebben we hier ook mooi wat ruimte. Kijk, dan heb je hier en daar mooi nog wat ruimte tussen. Het enige wat we nu nog moeten maken zijn de hondenhokken, de kattenhokken. En dat we daar dan nog eventueel wat ruimte voor hebben. Die doe ik wel op dezelfde plek waar ik ze eerst ook had. Dat is namelijk hier zo in het hoekje. Dus hier doen we alle hondenhokken. De kathokken, gewoon bij de weg. Dan kunnen de mensen leuk kijken naar de paardenstal en naar de hondenhokken. Hier zal ik een hondenhok neerzetten en hier. Ja, en dan als het goed is, hebben we nu alles neergezet. Het is wel mooi geordend. Het was ziek veel werk om dit voor elkaar te krijgen. Ik ben gewoon een half uur bezig geweest
doorgaan, wijzigingen opslaan. Oké, en dan moeten we instellen als actief. Ja hoor, en dit is mijn nieuwe Heyday stad of dorp, hoe je het ook wil noemen. Het heeft allemaal eventjes wat geduurd, jongen. Maar ja, dan heb je ook wat. Laten we nu maar eventjes serieus Heyday gaan spelen, want wij zijn nu natuurlijk een tijdje bezig geweest. Maar in principe heb ik bijna niks kunnen verzamelen. Ik was vooral bezig met gewoon het bewerken van de stad. Deze varkens hebben we nog wat bacon erbij, dus dat is lekker. En we hebben hier voor de kippen hebben we mooi voer. Dus dan kunnen we mooi de kipjes gaan voeren hier zo. Oh nee, dan moeten we hier deze. Ja, dan hebben we in ieder geval voor de wekelijkse opdracht weer wat kippen gevoerd. Want hoeveel hadden we er? Hier heb je die opdracht. Je moet er in totaal 50 keer doen. En we hebben nu 90 keer de kippen gevoerd. Dus dat is nog niet genoeg, maar het is in ieder geval iets. Ik zal de rest hier ook eventjes gaan voeren. Want ik heb op zich redelijk wat voer. Dus dan zijn die ook weer allemaal bezig. En ik moet wat koeienvoer maken. Ik heb niet echt veel koeienvoer. En ik kan ook niks produceren. Of nee, dat kan wel. Ik heb momenteel te weinig. Klopt het nou trouwens dat je hier geen grondstoffen meer voor nodig hebt? Of jawel, je hebt het wel voor nodig. Maar dat staat er niet meer bij. Oké, je staat op een punt om de laatste... Nee, dat wil ik niet. Ik wil dan wat gaan produceren. Oké, ik heb van een aantal heb ik vet weinig. Daar moet ik er wel wat van bij krijgen. Hier heb ik er genoeg van. Ik zal nog wat worteltjes doen. Ik zal eens kijken of ik mais en sojabonen... of ik dat even toevallig ergens kan kopen. Want ik kom nu wel echt wat tekort. Ja, hier, deze heeft mais. Nou, dan koop ik die. Dan heb ik er in ieder geval weer 10 bij. Dat scheelt altijd wel. Dan kan je meteen wat mais produceren. Dan heb ik zo meteen weer voldoende. Ik mis nu alleen nog wat sojabonen. Want daar heb ik er nu wel echt heel weinig van. Maar ja, dan moet ik maar kijken of ik dat toevallig ergens kan vinden. Maar dat kunnen we binnenkort wel doen. We hebben hier in ieder geval weer wat XP erbij. Dus dat is mooi. We hebben hier trouwens natuurlijk ook nog een schep bijvoorbeeld wat je kan doen. En dan kan je hier ertsen en zo uit krijgen. Dus dat is ook mooi hier bij de smederij. Oh, dan kunnen we natuurlijk van die bars gaan maken. Dat is op zich ook wel handig. Doen we nog wel gouden. Hier bij deze ook. Dan, oh, daar heb ik te weinig voor. Kan ik die andere wel maken hier deze? Nee, dat kan ook niet. Ik vind het irritant. Kan je nu niet meer zien hoeveel je dan nodig hebt om het te kunnen maken? Ja, ik weet niet precies hoe dat zit. Maar we zijn nu in ieder geval weer mooi aan het produceren. Dus dat is mooi. Voor nu vind ik het best. Ik heb mijn dorp wel weer mooi gepimpt. Dus het is weer net wat beter geworden, vind ik persoonlijk. Ja, dat is altijd wel nice. En trouwens, oh nee, die kan ik trouwens hier eventjes voltooien. En dan hier. Oh, daar staat cool. Gamebow staat erop. Oké. Dan heb ik mijzelf voltooid. Oké, lol. Dat was niet helemaal de bedoeling. We kunnen namelijk hier wat bramen erbij krijgen. Want ik zag dat namelijk. En dan kunnen we hier deze ook voltooien. Die worteltjes wil wel. Ik wil hier om hulp vragen en hier om hulp. Kijk, die worteltjes is gewoon een kwestie van tijd. Oké, ik ga nog even kijken of het misschien gaat lukken om die wortels nog te fixen. Nou, ik zit daar bij allemaal boerderijen te kijken. Kijken of ik iets kan vinden. Oh, dat was Captain Coolsan was daar. Maar de meeste hebben niet echt iets in een kraampje zitten. En als het er allemaal in zit, dan hebben ze het eigenlijk grotendeels al verkocht. Ik denk dat ook niet iedereen even actief op dit moment mee speelt. Sterker nog, de week zeker. Oh jee, worteltjes! Jee, dat waren de 10. Kijk, die had ik eventjes nodig. Maar dat is nog steeds te weinig. We hebben eigenlijk meer wortels nodig. Maar in ieder geval mooi dat we de 10 bij hebben gevonden. Dan kan ik het in ieder geval vast gaan produceren. Ik kan dit trouwens alvast oogsten. Dat is mooi. Dan ga ik meteen even die worteltjes produceren. Op het moment dat ze allemaal klaar zijn, krijgen we vet veel wortels erbij. Dus dat is ook nice. Alleen kom ik nu ook nog sojabonen tekort. Hier mais, dat heb ik in ieder geval weer ietsjes. Dus dat is mooi. Ja, kijk, dan hebben we in één keer vet veel mais erbij. Ja, dat is niet normaal. Binnenkort is ook allemaal weer wortels. Ik zal nog wat mais erbij maken. Maar ja, dat komt binnenkort. Ah, weet je wat? Ik laat het voor nu. Binnenkort gaan we er wel voor zorgen dat we deze boot gaan voltooien. Maar voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan heb ik tenslotte nog één ding te zeggen. Dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check bows.nl voor de Bows Army kleding. Hoi.